Dan is het nu tijd voor de grabbelronde. Ah, oh. De bel. De bel gaat. Ik ben benieuwd wie mij nu komt bezoeken, want ik weet van niks. Altijd leuk. Of is het misschien om een tafel kapot te kloppen? Oh my god! Sabine! Parfait! Kijk, goed! Kom hier! Maar kom binnen! Pas op, want hier liggen overal brokstukken. Ja, je was niet alleen, hè, Koen. Dat is het jaar waarin ik gestopt ben. Dus ik dacht, ik heb tijd, ik kom eens langs. Oh, maar kijk, je zit er nu bij. Tof, gezellig. Hey, hallo, hallo. Oh, was dat dan... Oh, wij kussen? Ah, ja, het zal wel zijn. Hier, Matthias en Jonas. Dag, Sabine. Je herkent me nu niet, hè, maar... Zeg, was dat dan een moeilijk jaar? Vervelend jaar? Klote jaar? 2001? Ze stoppen zo? Nee. Ah, pijntjes overal? Oei, ik word oud. Nee, ça va. Ik was blij dat ik kon stoppen. Ja. Echt? Het was mooi geweest. Ja, absoluut. Hoe oud was je toen? 29. We hadden nog een paar jaar kunnen meegaan, hè, Sabine? Toch? Allee, jong, nog zo jong. Ja. Maar... Je ziet er nog zo goed uit. Kijk een keer. Ja, nog altijd lef, topsporter. Helemaal. Ja. Kijk, tof. Zeg het eens. Ja, ik heb wat dingen bij. Ah, dat is voor hun te grabbelen? Ja. Ballen, ja. Jij brengt de ballen natuurlijk. Brengt ze ik de ballen. Heb, voor allebei. Ja, Jonas, zakske. Ah, okay. Ja. En wij tennissen. Nummers op. Okay. Voor alle duidelijkheid. Matthias, Tinne, ik ga meer keuzevragen stellen. Ja. En dan geef ik drie mogelijke antwoorden. En pas nadat ik de antwoorden, de mogelijkheden heb gegeven, mogen jullie zo snel mogelijk afdrukken op de kop. Ah ja, oké. Okay. Oh, nee. En als je het dan juist hebt... Dan mag er uit de andere zijn zak gegrabbeld worden. Okay. Deze keer door de onschuldige hand van Sabine. Ja, oké. Okay. Bo. Oei, ik zit hier iets. Zou je ook niet beter stoppen, jong? Ik heb mijn bril niet aan, hè?